Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 15 december 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Belangrijke wijziging vandaag is de data die we meesturen. De nieuwe instellingen zijn Olivia, dus niet meer Contestia, maar Olivia. Voor de zekerheid is het beste om die Customized CQ aangepast, om ze daarin te stellen. Dus in het menu gaan naar Customized of aangepast. En de waardes daarin te stellen bedoel ik. Bandbreedte is 2000, dus 2 kHz. Het aantal tonen CQ carriers is 64. Afstemmarge 8, integratie FEC 4. Het vinkje FEC blokken wissen, dat moet uitgeschakeld zijn. 8-bit uitgebreide karakterset is ingeschakeld. XML start-stoptonen zijn ook ingeschakeld. Centrale frequentie is 1750 Hz. Denk maar aan het pieptoontje 1750 Hz. Dus van boven naar beneden in het venstertje. Bandbreedte CQ carriers 2064. Verder ingeschakeld 8, 4. En dan de vinkjes uit, aan, aan. En de frequentie die is 1750 Hz. De instellingen met het venstertje staan ook op pnoete.nl. Ja, in plaats van het bandje tussen 300 en 400 Hz weg te filteren voor een smalbandig datasignaal van zo'n 100 Hz breed, wordt vandaag voorlopig met een breedbandig datasignaal geëxperimenteerd dat 2/3 van de totale audiobandbreedte gebruikt, die ook tegelijk voor spraak in gebruik is. De data zit dus door de spraak heen en niet meer eronder. Door in te leveren op snelheid kan ook worden gewonnen op robuustheid van het signaal. Inleveren van de snelheid kan ook gemakkelijk bij een signaal dat met 2 kHz breed bijna 20 maal zoveel data kan versturen als de eerdere 100 Hz brede signalen. De extra robuustheid die wordt gewonnen door 64 carriers binnen die 2 kHz te gebruiken in plaats van de eerdere 8 carriers bij 100 Hz. Doel van dit alles is om de data, ook voor de mensen met de grote speakers in de auto, een stuk minder storend te maken, zonder dat de data daardoor minder goed werkt. Deze eerste keer staat de data nog relatief hard. De gedachte is dat dat nog een stuk omlaag kan, eventueel door nog meer carriers te gaan gebruiken. Voordeel van de nieuwe manier van data uitzenden is bovendien dat er nu zowel grote als kleine letters uitgezonden kunnen worden bij een volledige UTF-8 karakterset. Een ander voordeel is dat deze modus ook met een Android smartphone werkt. Dus als je daar op de oudere versie van FL-MSG geïnstalleerd hebt. Dus dat is ook wel een aardig pluspunt. Ik heb het zelf al even getest via de speaker. Dat werkt aardig. Maar ik had nogal wat achtergrondgeluid. Misschien zet ik wel een video van op de site op YouTube en op panelete.nl. De systemen van de repeater PI3UTR zijn afgelopen zondag tussen 8 en 9 uur uitgeschakeld. Dat gebeurde met een video-uitzending te bekijken toen nog via PI6ATV en te beluisteren via PI3UTR. Dit betekent dat de meeste systemen die op PI3UTR waren opgesteld, op de gebrandietoren waren opgesteld moet ik zeggen, dat die zijn uitgeschakeld nu. Als enige is nog in de lucht de zender van PI2NOS met een antenne op 360 meter helemaal boven in de toren, die geen gebruik maakt van apparatuur of middelen die staan opgesteld op 220 meter hoog in het kraaiennest. Wel zijn de ontvangers van PI3UTR en PI610, die in IJssel zijn, nu ook uitgeschakeld, maar de rest van de repeatersystemen is nog gewoon operationeel. Alleen dus PI3UTR en ja, al de zaken zoals PI6ATV, die daar DMR die op die toren stonden opgesteld en de WebSDR. Die zijn momenteel eruit. De situatie is overigens tijdelijk. We hebben er al veelvuldig over gecommuniceerd, maar vanwege verscherpte regels mag er geen apparatuur die stroom gebruikt meer opgesteld staan in het kraaiennest. Het kraaiennest is ooit gemaakt om straalverbindingen te faciliteren, maar ja, straalverbindingen die zijn een beetje van het verleden. Het gaat helemaal allemaal via de satelliet. Het kan enige tijd duren voordat de apparatuur weer werkzaam is. En een ander hangt behalve de altijd geweldige inzet van het team rond de repeaters ook af van de beschikbare middelen. Met name bepaalde dure coaxkabels met connectoren. En van de financiële middelen, daar hangt het ook vanaf. Schroom niet om aan de repeaters te doneren. De huur van de ruimtes is duurder geworden. Voor sommige dingen moest eerder helemaal niet betaald worden. En ook het gebruik van stroom. En dan moeten er dus nog nieuwe spullen komen. Gelukkig zijn er al materialen als bijvoorbeeld de 19-inch kasten door amateurs gedoneerd, maar er is nog veel nodig. Volgens obisco.nl bedragen de operationele kosten van alleen de locatie gebrandietoren al zo'n 2700 euro per jaar. En denk eens aan al die andere plekken waar inmiddels zenders en ontvangers voor deze systemen staan opgesteld. Doneren kan dus via de site hobbyscope.nl en ook via panelete.nl kun je de gegevens om te doneren aan PI3UTR vinden. Doneer in elk geval iets als je een geregelde gebruiker van de repeaters bent.
Ja, panel RDA maakte me attent op de jubileumuitzending op de dag voor kerstmis van de museumzender SAQ in Zweden. Ja, ik filter vandaag de versprekingen er niet uit. Meestal meld ik die uitzending van SAQ redelijk spaarzaam, omdat de andere media daar vaak ook al uitgebreid aandacht aan besteden. Dit keer is het echter de 10e keer dat de uitzendingen een dag voor kerst plaatsvinden en dat maakt het vermelden zeker de moeite waard. Het gaat hier overigens om een machinezender die op een zeer lage frequentie op VLF nog in het voor jonge mensen hoorbare audiospectrum uitzendt, zij het met elektromagnetische signalen die uiteraard niet hoorbaar zijn. De machinezender in feite een grote dynamo volgens het type Alexanderson alternator die het uitgezonden signaal direct opwekt werd gebouwd tussen 1922 en 1924 in het plaatsje Grimeton nabij de plaats Varberg in het zuiden van Zweden, zo'n 70 kilometer onder Göteborg en ruim 200 kilometer boven Malmö en het Deense Kopenhagen. De zender die gebruikt werd voor onder andere telegraafverkeer naar Long Island in de VS werkt op 17,2 kHz, maar is ontworpen om tot 40 kHz te kunnen zenden. In 1968 werd er een tweede zender bijgebouwd met gecombineerde transistor- en buizentechniek. De oude machinezender is tot 1996 in gebruik geweest, dus tamelijk recent nog, en was toen nog in zo goede conditie dat hij tot nationaal monument verklaard werd. In juni 2004 werd de zender vervolgens op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Gedurende de zomermaanden is de locatie opengesteld voor het publiek. Om 8 uur UTC op 24 december zal op de frequentie 17,2 kHz een boodschap worden uitgezonden. En een ander wordt begeleid door een amateurstation met de roepnaam SK6SAQ. En er is ook een website en dat is www.alexander.n.se. www.alexander.november.sierraecho. Tot slot nog even een dienstmededeling. Doordat PI3 UTR nu tijdelijk uit de lucht is, kan de wekelijkse uitzending van PA00 Nieuws tijdelijk ook niet in de ether plaatsvinden. De uitzendingen gaan echter op het gebruikelijke tijdstip op vrijdagavond gewoon door, zij het via het internetradiostation Shorties FM. Het radiostation dat tegenwoordig geheel draait op één Raspberry Pi B2. De wekelijkse uitzending werd daar in een herhaling overigens ook al eerder uitgezonden op zaterdagavond, zondagavond en op woensdagavond vanaf 7 uur. Na afloop van die uitzending op Shorties FM aanstaande vrijdagavond 10:30 kan het QSO dat normaal gesproken op PI3 UTR plaatsvindt nu op PI2 NOS gebeuren als de repeater vrij is. Het voordeel van de uitzendingen via Shorties FM is dat dingen die vanwege de tijdsduur soms zijn blijven liggen, nu tijdelijk wel mogelijk zijn. Aanstaande vrijdag is een nieuw item bijvoorbeeld een korte serie over de grote uitvinders van de 19e en 20e eeuw, waaronder per week bijvoorbeeld Alexander Graham Bell, Guglielmo Marconi en Samuel Morse aan bod komen. Shorties FM is 24 uur per dag in de lucht en kan beluisterd worden via de website fm.shorties.nl. fm.shorties.nl. Normale datasnelheid van het station is 3 maal zo snel als een DAB Plus signaal. En daarnaast is er ook een smartphone stream van 32 kbps voor mensen met een beperkt belbudget. 32 kbps klinkt via een smartphone op de eigen speaker alleszins acceptabel. Shorties FM is overigens een niet-commercieel station. Ten slotte, als je into D-Star bent of DMR, denk dan vanavond nog even aan de D-Star-ronde. Die plaatsvindt dinsdagavond vanaf 20:30 op de door PA4 TW in de lucht gebrachte reflector XRF088B. Je kunt je ook inmelden via D-Rats.